Turbo's. U denkt dat een aandeel gaat stijgen. Een index haar weerstand doorbreekt. Of dat een valutapaar haar steun opzoekt. Profiteer van uw visie. Met het hefboom-effect van turbo's. Vergroot uw blootstelling aan koersbewegingen van een effect met een hefboomwerking. Opgelet, de hefboomwerking werkt in twee richtingen. Zowel bij een stijging als bij een daling. Ontdek onze turbo's via sgbeurs.nl. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 16 maart. We zijn de hele week al in de ban van de banken en de verzekeraars en alles wat er gebeurt met de rente. En daar gaan we vandaag over praten met natuurlijk Albert Jellema, de vaste sidekick van ProBeleg. Albert, welkom. En vandaag, hè, dat komt natuurlijk heel mooi uit, want iemand die weet echt van de hoed en de rand, Bob Homan van het ING Investment Office. Bob, leuk dat je er bent. Ja, dank. Is het paniek op kantoor bij de ING of hoe valt het? Nee, helemaal niet. Ik heb zelf zoiets van, hè, aandelen maakten in een maand tijd dit jaar al een enorme rit. Hè, iets van 10%. Daar gaat nu wat af. Ik vond toen een maand geleden, als mensen zeiden, ja, moet ik nu instappen? Niet dat we daar nou echt over adviseren of zo. Had ik wel zoiets, ja, weet je, instappen kan altijd. Maar ik vind het wel vatbaar voor een reactie op die snelle opgang. Nou, nu heb je die reactie gehad en dan durf ik me al met iets meer enthousiasme weer over aandelen en obligaties te praten. Gewoon een kleine correctie, niks aan de hand. Precies. Gewoon doorlopen. Albert, is dat ook een beetje jouw gevoel? Of zeg je van... Nou, vandaag hadden we de grootste paniekvogel natuurlijk niet op kantoor. Ja, Lars. Oh, ja. die schiet gelijk in de stress. En dan zie je hem allemaal in plaats van... Alleen maar in paniek aandelen. Zie hem alleen maar in plaats van rode haren krijgt hij grijze haren. Dat een beetje. Dus, hij is ook een beetje voor het aankomend weekend natuurlijk gespannen. Dus er zit ook nog de spanning van het voetbal bij. Nou, kijk, weet je wat het is? Het begint vorige week. En dat is natuurlijk wat ik al eerder zei. Het is het mooie en het bijzondere van financiële markten. Hoe snel iets kan ontstaan. Hè? Want... Tot 2 weken geleden maakte niemand zich druk om banken en dat mensen geld van deposito's gingen halen en dat ze dan weer verliezen moesten nemen op wat ze belegd hadden met die gelden. En wat ik ook zei op kantoor, van ja, dit is eigenlijk voor generalisten, maar ook denk ik voor centrale bankiers is het even heel moeilijk schakelen over van wat is er nou precies aan de hand en hoe groot gaat dit zijn. En kijk, je kunt een aantal domino stenen, en dat is misschien verkeerde woorden, maar is keuze. Maar je hebt natuurlijk, die rente is heel snel, heel hard gestegen. Ja. Om inflatie te bestrijden. Alleen er komt nu toch wel in één keer een neveneffect. Wat eigenlijk redelijk, ja, toch wel voor meeste beleggers als er een verrassing komt. En ook denk ik voor die centrale bankiers. Dus om nou te zeggen van, houd je hoofd koel, niets aan de hand. Dat is misschien een beetje gesaliseerd. Ik zat wel net te luisteren naar de Lagarde van de ECB. En kijk, die moet dat ook zeggen. Maar die zei letterlijk volgens mij het volgende. Banks are much stronger than in 2008. Want ja, daar wordt de parallel mee getrokken. And we are not seeing any liquidity issues at the moment. En ze zei erbij, we hebben een enorme koffer aan instrumenten. Dat als er wel issues zijn om dat aan te pakken. Ja. Dus ja. Zeg ze eigenlijk whatever it takes op het moment niet? Nee, bij haar gelooft ook niemand het trouwens, maar dat terzijde. Maar, het is wel bijzonder dat iemand met zonder bankaire achtergrond, dat die het hoofd van de ECB is, Bob. Nou, ik denk dat je in heel veel bedrijfstakken toch wel ook mensen ziet die misschien inhoudelijk niet zo heel erg onderlegd zijn, maar wel goede bestuurders zijn. Dat is echt een trend. En misschien dat gaat met golven inderdaad. Ik heb het in mijn carrière ook wel gezien inderdaad. Eerst moest je een manager zijn die veel ook kennis had. Vervolgens, nee, we hebben alleen maar general managers nodig. En nu bij banken bijvoorbeeld is toch wel weer heel erg een inhoudelijke manager. Nee, ik zou nooit een IT-afdeling bijvoorbeeld kunnen leiden. Dat kon 10 jaar geleden bij wijze van spreken wel. En het geeft misschien wel meer ruimte
voor de specialisten die daar omheen zitten. Hè? Bijvoorbeeld de bankpresidenten van de landen. Ik denk dat zo'n Draghi bijna alles alleen besliste. Ja. En zij zal wat meer naar de consensus luisteren. Ja, dus dat hopen we dan maar. Op zich denk ik niet dat verkeerd is. Nee. We gaan zo even verder door op de ECB. Maar laten we deze week beginnen, jongens, met wat ons verbaasd heeft deze week opgevallen is. Bob? Wat mij eigenlijk al in mijn hele carrière in de financiële wereld verbaast, iedere keer toch weer, is dat je iedere keer gebeurtenissen hebt die volgens de risicomodellen eens in de 100 of 1000 jaar gebeuren. Daar heb ik al zoveel dingen meegemaakt. Dat is net in jouw tijd gebeurd. Nou, hoe oud ben je dan? Nou, de volgende maand word ik 55. Ik zit nu denk ik 30 jaar in die business. En wat je dan ook deze week, die beweging op de obligatiemarkt. Naar de 10-jaar centen is, waar zo 70 basispunten afgaat in een week. Ja, dat zijn allemaal standaard deviaties. Ja. Keer 3 events. Hè, dus eens in de, 200 keer dat het voorkomt. Ja. En dat gebeurt gewoon. En op de geldmarkt nog heftigere bewegingen. Hè, op de 2-jaar centen in Amerika ging van de week bijna 4% af, geloof ik. En een dag later zit de helft er weer bij en vice versa. Dus ongekende bewegingen die volgens de boekjes helemaal niet kloppen. Dus ook daarom al die ideeën om op value at risk en zo te handelen. Ik zou zeggen, doe het nou maar niet. Hebben jullie nou bij ING, ben ik dat wat nieuwsgierig, hebben jullie voor de klanten wat gedaan de laatste week? Nee, we hebben even heel serieus gekeken. Zitten jullie neutraal aandelen? Ja, we zitten aandelen obligaties neutraal. Oké, ja. Vastgoed zitten we onderwogen. Ja. Dus we hebben van de week wel even gekeken. Vastgoed bijkopen? Nee, nog niet. We hebben voor morgenochtend wel weer we werken met 3 landen. Mm-hmm. De hoofden en de strategen van de 3 landen om te kijken of we niet iets moeten doen. Waarbij denk ik we wel eerder aan de koopkant bij aandelen zitten dan aan de verkoopkant. Ja. Je zou staatsobligaties hebben natuurlijk best nu een mooie rit weer gemaakt. Iets van staatsobligaties naar aandelen kunnen wisselen. En dan denk ik dat het de voorkeur heeft boven vastgoed. Hè? Dan zet je op die manier. Mm-hmm. Dus dan hou je vastgoed onderwogen en hou je aandelen misschien iets overwogen. Maar dus dat is echt wel de kant waar we naar kijken. Zeker, we zitten zeker niet aan de verkoopkant te kijken. Wel goed om te horen. Dus eerder aan de kant. Waar we echt verkeerd mee zitten op dit moment, is dat we nog een overweging in financials hebben. Mm-hmm. Banken, verzekeraars. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja. Maar intussen breng je dat volledig terug. En het las zich vanzelf op, die overweging. Ja, dat was wel een kans. En waar ik heel blij mee ben, dat is de andere kant. En dat compenseert meer dan volledig. Is dat we een overweging hebben in IT en communication services. Ja. Dus in de wat meer groeiaandelen. En het verschil, dat valt me heel erg op ook deze week. Het verschil groei- en waardeaandelen is wel enorm aan het oplopen. Hè? Waar vorig jaar waarde het veel beter deed dan groei, is het verschil tussen groei en waarde nu 1% of 11% dit jaar al. In het voordeel van groeiaandelen. Ja. Want gisteren gingen niet alleen banken hard naar beneden, of deze week, maar ook de oliebedrijven. Ja. Hè? En kijk naar bedrijven als ArcelorMittal en dergelijke. Ja, industrials. Heel veel ging daar. Heeft dat ook te maken met dat misschien nu de kans op een recessie wat hoger wordt ingeschat? Nou, je zou zeggen, ik denk dat de kans op een recessie juist iedere keer naar achter wordt geschoven. Hè? Nu met dat dit allemaal gebeurt, dat je die nou iets naar voren haalt. Ja, je zag Lagarde net, die de economische groei in Europa juist de prognose 0,5% verhoogd. Hè? Ja. Van 0,5 naar 1. Ja, voor dit jaar, maar voor volgend jaar zijn ze wel weer iets wat... Nou, Ik denk dat komt natuurlijk ooit wel een recessie, maar het duurt veel langer dan gedacht. Je ziet nu wel inderdaad dat die rente ook toch echt onverwachte effecten in hoeken heeft, waar je het misschien niet direct verwacht. Je zou kunnen zeggen, je gaat een beetje naar Goldilocks nu toe. Hè? Dus centrale banken durven die rente niet echt meer te verhogen. Nee. Inflatie zie je toch ook echt wel terugvallen.
En daarom kan die recessie misschien nog wel langer duren. Bijna te mooi om waar te zijn dat straks die energieprijzen gaan indalen. Want die gaan vanaf nu echt omlaag. En, ja. En stel dat de afdronk is, stel dit het allemaal een beetje gezetteld is straks. En inderdaad, die rente, die hebben we gehad, de rentestappen. Dan zou het logisch zijn inderdaad dat de Nasdaq, de technologieaandelen, weer wat meer in vloot komen. Ja. Dat is er vandaag ook met Albert, volgens mij Albert, over bijvoorbeeld Kinepolis, Basic Fit. Ja. Een groeiaandeel die gewoon heel goed blijft liggen eigenlijk in dit geweld. Ja. Nee, maar vaak in echte crashes, zeg maar, dan wordt er niet gediscrimineerd. Hè? Dan gaat alles. Ja. Maar nu wordt er echt wel gediscrimineerd. Precies. Want het is bijvoorbeeld een Adyen. Ja, je kunt zeggen het is een financial, maar het maakt betalingen mogelijk. Dus het is een techbedrijf. Die handelt nog steeds rond die 1400. Dus die zakt eigenlijk bijvoorbeeld niet terug. Het is een groot bedrijf. Je ziet ook... Microsoft deze week gewoon hoger. Ja, dus je ziet wel echt enorme verschillen tussen de aandelen, waarbij natuurlijk de financials de enorme beuken krijgen. Enigszins tot mijn irritatie, maar ook wel verbazing, is dat verzekeraars net zo hard gaan eigenlijk. Dus dat is wel een verbazing. Maar je ziet wel heel veel verschil in performance. En inderdaad een relatief, in mijn ogen dan wel stabiel bedrijf zoals Kinepolis, waar ik in beleg. Ja, dat blijft een beetje hangen rond die 40-41. Ja, beweegt ook eigenlijk niet echt. Dus het is wel grote verschillen. Ja, want jij zegt, misschien komt het omdat die recessiekansen wat groter worden. Dat groeit het beter dan waarde. Maar het is misschien ook eigenlijk de... Een soort Pavlov-reactie van mensen die wat paniek zien om zich heen. Laat ik de aandelen waar winst op zit verkopen. Nou, waardeaandelen hebben het vorig jaar heel goed gedaan. Ja. Dus daar zit, die hebben er misschien nog wat winst op. Groeiaandelen hebben vorig jaar een forse knauw gehad. Dus misschien weinig mensen die daar echt in de plus staan. Dus, weet je wat, heel zonder te kijken naar de toekomst, kijken naar het verleden. Ik verkoop de aandelen waar winst op zit, want dat voelt wat lekkerder. Ja. Ja. Dat zou ook best de markt kunnen zijn. Ja, zou goed kunnen. Albert, jouw verbazing was, is dat van de verzekeraars? Ben je verbaasd dat de verzekeraars net zo hard gaan als de banken? Of nog harder zelfs? Nee, eigenlijk. Ik dacht we hebben zo'n aardverschuiving in dit land op het politieke front gehad. Vind ik dat je dat wel eventjes moet benoemen natuurlijk. Kiezingen. En aan de ene kant hebben we natuurlijk een hele grote winnaar. Maar wat mij gisteren bijvoorbeeld verbaasde, was dat de Forum voor Democratie verbaasd was dat ze zoveel verloren hadden. Het verbaasde me dat zij verbaasd waren eigenlijk. En, voordat we allemaal negatieve commentaren onder krijgen, dat had me verbaasd. En ik vond de oprechte uitdrukking van Caroline. Hè? Want ik heb altijd het idee dat ze Caroline heet, maar ze heet Caroline. Die Iers, half Iers. De moeder is Iers, las ik. Die oprechte, extreme verbaasdheid, dat vond ik wel echt... Dat vind ik altijd toch wel mooi om te zien. Ik heb wel zoiets van, en ze proberen dat nu natuurlijk te zeggen, we zijn al 4-5 jaar bezig om voor te bereiden dat we allemaal goede mensen hebben. En ik geloof van ganser harte dat ze de beste intenties hebben en dat ze daar heel veel best voor hebben gedaan. Alleen als je zo extreem uit de bocht schiet in dit geval, daar kun je niet op voorbereid zijn in voldoende mate. Nee. Dus ik vind het wel, ik snap dat het een proteststem is geweest voor veel mensen. Maar ja, dat had met de helft van dit soort zetels misschien ook wel prima aangekomen. Als je dan Mark Rutte, die zegt in zijn speech voor mij niet eens van, dit is een duidelijk signaal van de kiezer. Dat zegt hij niet eens. Hè. Die zegt gewoon, de coalitie kan door. Maar het is wel een proteststem. Alleen ik maak me natuurlijk wel oprecht wat zorgen dat als je zoveel groter bent dan waar je misschien op verwacht had. Hè, misschien had je wel wat verwacht. Dan maak ik me wel zorgen, is dat nou wat je wil als Nederland? Die pensioenwet, daar is ze tegen gestemd. Hè? Die gaat het nu niet halen in de Eerste Kamer. Oké. Okay. Ik las dat vandaag. Ik wil niet zeggen dat er one issue partij is. Het is een beetje CDA-achtig, maar dan voor de boeren. Voor het platteland eigenlijk. Maar ze hebben natuurlijk allerlei standpunten. Ze kunnen het in hun eentje niet blokken, maar die anderen doen mee. Als ze groot worden en als ook andere partijen tegen zijn, dan komt dat er gewoon niet door. En is al dat werk voor niks geweest, waar je er ook van vindt. Ik weet niet hoe je mensen tegenaan kijken, maar dat zijn wel effecten.
Ja, het heeft denk buiten niet dat... die proteststemmen, ook op andere onderwerpen, gaat het natuurlijk invloed hebben. Ja. Ja, heb je, houden jullie daar rekening mee met bijvoorbeeld verkiezingen? Dat je zegt, van, nou, er kan even dit gebeuren of dat gebeuren? Of... Soms, maar niet, in dit geval niet. Dat had vooral toen Europa allemaal wat spannender was. Hè, dat je in Frankrijk en Italië echt anti-Europese partijen had. Ja. Weet je, dat je moest voor... het voortbestaan van de euro of de Europese Unie in twijfel kon trekken toen wel. Ja. Dat lijkt helemaal weg. Hè? Die Oekraïne-oorlog, het zal nergens goed voor zijn, maar als het iets positiefs heeft gebracht, is dat Europa, denk ik, wat meer verenigd staat in die zin. En ik denk dat we natuurlijk wel weer gaan kijken naar de Amerikaanse verkiezingen. Hè? Dat, ja. En ook daar, het zijn een beetje binaire kansen waar je als belegger, denk ik, niet heel veel op hoeft voor te sorteren. Maar daar moet je denk ik wel eventjes naar kijken. En in ieder geval misschien op dat moment niet al te veel risico's één kant open hebben staan. Ja, Nederlandse verkiezingen worden wat dat betreft... zijn eigenlijk worden altijd genegeerd. Ik heb nooit een beursreactie gezien met Prinsjesdag... organiseren wij als ING vaak ook events voor onze klanten om de nieuwe belastingmaatregelen uit te leggen. En dan word ik ook nog wel vaak gevraagd van, wat betekent het voor de beurs? Ja, dan doe ik maar gewoon een verhaal, want voor de beurs betekent het helemaal niks. Nee, wij hopen natuurlijk gewoon achter Amerika aan. Wat wel impact heeft, zijn natuurlijk de centrale banken. We hebben net de ECB gezien. Dat is toch wel even spannend, Albert. Want wij zaten vooraf te filosoferen, gaat ze wel een halfje doen of niet een halfje of nul? Ja, als ze zegt nul, dan geven ze eigenlijk toe dat er paniek is. Dus ze heeft ervoor gekozen om wel een halfje te doen en te zeggen van we alles onder controle, min of meer. Hè? Nou, kijk, zo zou ik het niet willen zeggen. Want zij zei eigenlijk van inflation is too high for too long. Daar begon ze eigenlijk mee. Nou, het tweede is, zij zegt van wij gaan voor een data-dependent approach. Oftewel, wij baseren ons op data. Ja, dat niet onverzet. Alleen voordat natuurlijk de reële economie in de data verwerkt is, er zit een bepaald iets in, dat noemen we een time lag. Ja, ze hadden nog de cijfers van voor de crisis ook, hè? Ja, ze baseerde het op twee datasets, gaf ze aan. En de ene dataset was van 15 februari en de andere van 1 maart. Okay. Dus ja, op basis van die data moet je dan de rente met 50 basispunten verhogen. Want je bent een data-dependent approach. Hè? Dat heeft ze denk ik 16 keer gezegd in het half uur wat ik geluisterd heb. Daar verstopte zich aan. Dus, daarbij ging ze natuurlijk in op wat er sindsdien is gebeurd. En eigenlijk wat ze zegt, de banken zijn sterk gecapitaliseerd. Ze hebben sterke liquiditeitspositie. En wij hebben een hele grote koffer aan instrumenten dat als er problemen komen, dan kunnen we helpen. Maar dat zien we nu niet. Ja, dat was eigenlijk de boodschap. En toen vroeg ze van, zijn een journalist die vroeg van, hey, normaal gesproken geef je ook echt zeg maar een outlook van. Hè, de volgende keer, in onbewuste bewoordingen kun je weer 50 basispunten verwachten. Dat scheen nu er niet in te zitten, omdat ze toch... Dat was het grote verschil. Dat was het grote verschil. Ja, dus dat je nu... Nu is die rente 3%. En ik zag ook dat waar vorige week nog voor... alles gebeurde met die hele bankensector. De eindrate in deze cyclus op 1% of 4% voor de ECB werd ingeschat. Ja. Is dat nu die 3% die er staat? Ja. Dus de markt is heel snel omgeslagen. En ze heeft natuurlijk de rente met 50 basispunten verhoogd. Maar we moeten niet vergeten dat deze week de financiële condities voor Europa echt enorm verslechterd zijn. Hè? Dus eigenlijk het monetaire transmissiemechanisme waarbij die hogere rentes vertaald worden in slechtere financiële condities, die is bereikt zonder dat zij de rente omhoog vinden. Ja. Want credit spreads, dus wat bedrijven extra moeten betalen, zijn enorm opgelopen. Geld is echt wel schaarser geworden. Ja. Dus dat betekent dat ING dus ons zometeen ook 2% op onze spaarrekening gaat betalen, of niet? Nou ja, wat ING gaat doen, maar wat denk ik wel ziet, is dat gradueel die rentes die banken geven weer omhoog gaan. En ook misschien wel moeten. En moeten, want het verschil tussen
Een staatsobligatie van een jaar, ja, en een rente op een bank is best wel groot. Hè? Ja, is 2,5%. Ik heb nooit zo groot gezien. Nee. En dat in Nederland is dat misschien nog enigszins verklaarbaar door het belastingstelsel. Hè? Ja. Maar in andere landen is dat natuurlijk niet heel lang houdbaar. Ja. Ik las een commentaar van jullie eigen economisch bureau. Daar kreeg ik een mail een half uurtje geleden. En die hadden het erover dat die 50 basispunten is eigenlijk wel normaal, dat is verwachting. Maar ze zal waarschijnlijk in de speech een beetje erop aansturen dat ze minder hawkish wordt. Dat ze wat meer. Ja, maar dat vond ik ook heel duidelijk terug. Hè? Als je zegt, ik stap over naar. In vorige vergadering zei ze altijd. En de volgende keer komt er nog iets achteraan. Ja. En nu is het data dependency. Ja, ja. Wat ze in Amerika ook al een tijdje doen. En dat lijkt me. Ik denk dat het voor beleggers bijna ideaal is. Want. Als die data inderdaad verdere inflatie aangeven, is het toch ook wel fijn inderdaad dat de centrale bank ermee meegaat. Ja. Maar tegelijkertijd, als dat niet zo is, en daar lijkt het nu wel een beetje op, hè, ja. Dan hoeft het niet. Ja, wat wil je nog meer? Ja, en zo moet je ook beleid voeren, denk ik. Ja. Data dependent. Dat is misschien ook wel wat. Hè, Bob die had net al even over die rentes dit jaar en over deze week. En ik had er toevallig even over, nou niet toevallig. Ik denk van ik zoek dat ook eens even op over de laatste 5 dagen. Maar dan had je inderdaad dat de tweejaars rente, die was 3,35 op de tweejaars bond. En nu 2,46. Ja, bijna procent. Ja, in een week. Ja. En dan de tienjaars is van 2,6 naar 2,2. Dus de inverse yield curve is ook 0,5% teruggekomen. Toevallig, ja. En in Amerika was het ook extreem inderdaad, want daar was de US Treasuries 2 jaar zat boven de of rond de 5. Die gaan nu 3,95. Ja, dus dat is meer dan 1% in 5 dagen. Ja. En de spread is nu nog maar 0,5 en die lag boven de 1. Ja. En dat zijn extreme uitslagen. Nou ja, ik loop ook al een tijdje mee, maar dit is wel redelijk bizar dit. En heel veel marktforces die zeggen van ja, als die curve zo invers is, hè, geeft dat een recessie aan binnen zoveel maanden. Nou ja, het lijkt alsof, als je dit bekijkt, de recessiekans op basis van de curve in ieder geval afgenomen is. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, maar dit is wel bizar, hè. Maar wij zoeken altijd dan naar aandeeltjes die hiervan profiteren. En wij zitten de hele tijd nu te praten over flow traders. Want die hebben jarenlang extreem veel geïnvesteerd in bondhandel. Ja, dan is dit natuurlijk. Hier moet toch echt een sloot geld mee te verdienen zijn. Ja. Nou ja, ik zei net even een overweging in financials, waar onder andere ook wel 2 beurzen in zitten. Ja. ICE en CME in Amerika. Oh. Ja, ja, die eigenlijk ook wel weer los van de andere financials bewegen. Die net als flow traders misschien eerder iets van baat dan pech mee hebben. Ja. Over het algemeen is voor zulke soort beursbedrijven, dit is goed zolang het maar niet echt crasht. Dan is het prima. Dan zijn dit hele lekkere markten. Binnen de bandbreedte. Nou, we hebben jij zegt net over verzekeraars. Hè, wat je, ja. Misschien heeft dat, ik denk dat het te maken heeft met het faillissement van SVB. Hè. Ja. Daar was het toch die afschrijvingen op obligatieportefeuilles. Hè, die als die rente zo hard stijgt, toch wel heel hard gaat. Dus ik denk dat men ook dacht, oh ja, verzekeraars staan ook vol met hun balansen, met die obligaties. Dus die zullen ook af moeten schrijven op een of andere manier. Dat hoeft denk ik helemaal niet, want zo werkt die boekhouding niet. Nee. Maar goed, dat is dan misschien ook een beetje de gedachte. En die zouden nu die rente, daalt. Ik gaf net de getallen, zou je dan zeggen, ja, dan moet die daling toch ook wel zo langzamerhand weer eens over zijn. Nee, maar het was voornamelijk ook, hè, want klopt precies wat je zegt. Want ik had deze week ook met Egon gebeld. En wat het verschil is tussen bij een bank en een verzekeraar. Die verzekeraar, daar is duidelijk wat de unrealized loss is van hun bestaande posities. Dus die zei, Egon had bijvoorbeeld, wat was het, 4,3 miljard verlies eind vorig jaar op hun boek. Dat staat op de balans. Ze zeggen, ja, dat is bekend. En dat loopt eruit in 10 tot 20 jaar. Yeah. Want we hebben liabilities, we hebben assets, dus dat loopt tegen elkaar weg. En ja, iemand zegt zijn levensverzekering niet op. Want ja, dan heb je zoveel boetes en
bedingen, dat gaat niet. Dus ze zeggen, ja, die 4 miljard die lopen eruit in, nou zeg, 10 tot 20 jaar. Alleen, bij hun is het ook gewoon bekend wat het is. En dat is wel het opvallende, dat ze er uiteindelijk net zo hard aan gaan. Terwijl nu, die 4 miljard, die zal waarschijnlijk nu kleiner zijn, omdat die rente zo in elkaar kachelt. Ja. Het is voor die bedrijven heel goed geweest, of de bank even zeker uit, want de obligaties staan weer echt weer een stuk hoger. Ja. Dus het probleem lost zich vanzelf op bijna. Dat geldt denk ik meer voor Amerikaanse banken dan voor Europese. Ja. En Bank of America had ook deze week een record inflow aan deposito's. Ja. Omdat ja, ja. mensen bij die lokalere banken wegtrekken. Ja. Omdat van, oh jee, zit ik daar wel veilig? En bij die grote, die onder een ander regime vallen, ook qua controle, dan zit ik wellicht wat veiliger. Ja, ik begreep dat we, ik weet niet waar ik dat las, maar ze zeiden dat in afgelopen weekend met het redden van het SVB, die Silicon Valley Bank, dat die toezichthouder in eerste instantie de grote banken wilde overslaan in Amerika, omdat ze ook weer niet willen dat die weer al te groot worden, omdat dan alles zich concentreert bij de Goldman's en de Bank of America's. Maar die hadden ze uiteindelijk toch wel gevraagd en het is nog steeds niet gebeurd volgens mij, geen overname. Ja. Stond zelfs, had iemand een tweetje gezet, dat zelfs ik noem het voor de grap altijd de sociale verzekeringsbank, de SVB, dat die zelfs een berichtje hadden uitgedaan naar de mensen die al hun geld hadden weggetrokken, dat ze het wel weer konden terugstotten, want zij waren nu de veiligste bank van heel Amerika. Ja, ik had vanochtend, natuurlijk vandaag cijfers van Farming, had ik Simon de Vries, die bel ik dan 's ochtends over wat er allemaal aan de hand is. Die hadden daar hun geld staan. Ja. Maar hij zei ook van, ja, wij, die hebben ons 5 jaar geleden geholpen, of nog langer zelfs, met overname in Amerika, met die verkooprechten. Dus dat is gewoon onze bank. Ja. Wij bankieren daar en zeiden, ja, we zijn nu wel aan het kijken of we dat niet naar een andere bank moeten. Nou, dat hoef je nou niet meer te doen. Nee. Je zit bij de veiligste bank van Amerika. Nee, en inderdaad, dan krijg je de vraag over. Maar als je een techbedrijf bent of een biotechbedrijf, is het helemaal niet gek dat je daar je geld ontstaan. Want het was toch volgens mij de 15e bank. Ja, jij kent nog iemand, die zit daar, die zat in de degene die onze websites ontwikkelt, et cetera, die doet ook best wel wat zaken in San Francisco. Dus die is daar op dit moment. Ze stuurde mij gisteren ook een fotootje door van de Experience Center van SVB. Die hebben daar een kantoor. En dan maakte hij foto's. Helemaal. Alles was dicht. Gewoon. Er was niemand meer. Maar die zit daar helemaal in die Silicon Valley. Die tech boys. Maar die zaten gewoon, ja, de een na de ander zit allemaal eigenlijk bij die bank. Dat was gewoon daar de incumbent. Ja. 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 Dus heel veel zit daar. Dat was wel grappig. Er was één man, die had dat ook op Twitter gezet. Dat is een CEO van een techbedrijf. En die zei van, dat werd bekend vorige week, hè, dat ze aandelen gingen uitgeven. En dan zei ik zat in een WhatsApp-groep met 200 mensen allemaal. En dat werd aan elkaar een beetje aangestoken. En zegt hij, heb ik eerst mijn vrouw gebeld, onmiddellijk ons geld daar weghalen. Toen had hij het geld van zijn 2 bedrijven daar weggehaald. Heel snel een rekening geopend bij UBS zonder te tekenen weg. En toen ging hij die aandelen kopen van SVB. Want ja, het is nu wel heel goedkoop. Dus hij had met een op min 60% toch die aandelen gekocht. Maar je geeft precies aan ook hoe het werkt, hoe zo'n bankrun ontstaat. Ja. Ook als je, zelfs als je niet bang bent dat het failliet gaat of dat het niet gered worden door een ander, denk je, weet je, laat ik het toch maar weghalen, want die hele fusser omheen hoef ik helemaal niet. Nee, dus ik. En misschien raak je het niet kwijt, maar heb je toch dat het een beetje dicht is, dat je er niet bij kunt. En dat is toch voor veel mensen vervelend. Ja. Maar voor jullie is dat helemaal geen probleem bij ING, want ik zit ook bij die ING en ik kan mijn geld ook niet weghalen. Dan moet ik mijn daglimiet aanpassen. Dat duurt 4 uur en dan kan ik nog maar 4000. Dan ben jij wel een paar jaar bezig. Dat ben ik al klaar. Dat is wel slim gedaan, natuurlijk voor onze veiligheid. Wijselijk hield hij ze. Ja, natuurlijk. En wat wel zo was, we hadden deze week een rapport onder ogen gekregen, volgens mij was van JP Morgan, want er werd ook natuurlijk gelijk naar alle Europese banken gekeken. En dat van alle deposito's dat ABN AMRO 15% belegd zou hebben en ING 5%. Dus ING staat duidelijk onder het Europees gemiddelde van rond de 10%. Ja. Wat kwam uit die analyse? Heb je goed gedaan, Bob. Dus heb je een veilige bank? Ja, die moet je gewoon incasseren. Ja, moet je gewoon zeggen, klopt. Ja. Klopt helemaal. Even kijken naar volgende week, jongen. Want we hebben nu de ECB gehad. Nou, het lijkt al mee te vallen. De beurs krabbelt een beetje op. 7,25 as we speak. Volgende week komt de Fed. Die gaan vergaderen. En die gaan natuurlijk wel iets doen. Die hebben wel. Wat vind jij ervan dat ze nu opeens alles garanderen in heel Amerika?
Nou, dat is best wel bijzonder, hè? Ja. Dat je een soort deposito-garantiestelsel, wat daar tot 2,5 ton was in dollars, onbeperkt maakt in feite. Nou ja, het geeft in ieder geval, denk ik, vertrouwen in het bankwezen. Hè? Dus voor een bankrun hoef je dan helemaal niet meer daarmee bang te zijn. Ik denk dat je er uiteindelijk wel weer eens van af moet. Want er zit voor de bank dan geen enkel incentive meer in om het risico goed in de hand te houden. Dus en ook voor klanten is er niet het incentive meer om een beetje uit te kijken wat je aan het doen bent. Hè. Dus ik vind wel dat dat moral hazard probleem waar je dan tegenaan loopt, dat moet je op een of andere manier weer terug zien te brengen dat er nog wel iets van een downside is als je er een zootje van maakt. En je als klant ook bewust zegt van, joh, maakt het uit als iemand er een zootje van maakt. Want het is toch gegarandeerd. Daar moet je iets voor verzinnen. Maar ik denk voor die korte termijn was dat natuurlijk een oplossing waarbij je gelijk iedereen rustig had. Dus daar vond ik hem wel heel sterk. Ja. En ik denk, de Fed reageert ook wel heel zelf ook gelijk in woorden van, ja, we realiseren ons en dat renteverhoging, financieringskosten verhogen en dergelijke. Maar dat er ook nog andere dingen insluipen, zoals dit, die je misschien niet direct verwacht met renteverhogingen. Dus daarom misschien een beetje voorzichtig aandoen. Ja, voor markten is dit wel fijn, denk ik. Ja. Wat denk jij, Albert? Gaan ze volgende week zeggen? Net als toch weer gewoon een kwartje wat iedereen denkt? Of zou die toch wat? Nou ja, kijk, het is dus het is altijd een beetje, hè, waar we net ook over hadden. Ja, als je niets doet, dan lijkt het van, ja, er is echt iets aan de hand. Als je te veel doet, dan negeer je het probleem. Alleen, laat ik zo zeggen, de vet heb ik echt wel een hele hoge pet van op over hoe die omgaan met zulke soort omstandigheden. Ja, en kijk, ik weet niet, maar zij zullen, denk ik ook met hun presentatie en met hun verhaal, die hebben maar één doel. En dat is die angst weghalen. En als dat dan is met een kwartje of met nul, met het verhaal eromheen of met weer, hè, we hebben zoveel pakketten gehad in de laatste 15 jaar, er is altijd wel weer iets wat we nog niet verzonnen hebben. Maar die zorgen altijd inmiddels voor rust. Ja. En daar ga ik dan wel vanuit. Ik zou zeggen, maar dat is misschien een beetje voorspelling waar je niet al te veel aan hebt. En ook dat ze nu zeggen, weet je, we doen niks met het verhaal. Joh, we hebben de afleiding looptijd zoveel gedaan. We willen eerst zien hoe dit doorcijpelt. Hè, want we weten die vertragingsfactor. Met een goed verhaal eromheen, waarbij iedereen zich even goed stabiel voelt. Ja. Denk ik dat prima kan. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we zullen het zien. Woensdag, volgens mij is het zover. De 22e is dat woensdag. 16, 7, 23. Ja, woensdag. Dan weten we meer. Laten we eens wat aandelen bij langslopen, jongens. Albert, Ordina wordt overgenomen misschien. Hè? Die kwamen naar buiten met dat er interesse is. Heb jij ook een tool? Want jullie zitten in IT en maar niet in software. Die kleine namen. Niet in die kleintjes. Nee, maar toch, wat overname interesse daar in die sector? Ja, nou, kijk, wat het was bij Ordina schijnbaar is dat, en dat zal niemand verbazen, dat het extreem lastig is om aan personeel te komen. Mm-hmm. En daardoor had Ordina schijnbaar plannen om zelf wat te gaan overnemen in Portugal. Kijk, dit bedrijf komt van ver. En dat is op het moment dat de CEO van de Belgische entiteit, CEO werd van heel Ordina, die heeft het eigenlijk het hele bedrijf weer goed op de kaart gezet, weer op het goede spoor neergezet. Alleen nu lopen ze waarschijnlijk enigszins tegen de grens aan. Dus toen kwam het plan om wat te gaan overnemen, om dan zeg maar nearshoring te doen, want het personeel daar is goedkoper. Wat ik las was dat Teslin met 15% plus van de stukken, die zei van, dit valt in de categorie slechte ideeën. Goed idee, doen we niet. misschien is het verstandiger dat Ordina zich bij een sterke partner aansluit. Dus die lijken hier wel een rol in te spelen. Die kiezen niet de rol van Ordina moet bij de grote horen, maar moet onderdeel gaan uitmaken van een grote. Ze zijn dus eigenlijk een beetje op zoek, omdat ze ook met meerdere partijen in gesprek zijn. Dat betekent niet dat er één iemand zijn oog heeft laten vallen op Ordina. Maar nee, je krijgt het idee dat ze gewoon een engeltjes uitgooit van. Je krijgt het idee dat gewoon het. Ze zitten daar bij Utrecht, dat er gewoon een bot op het dak is gezet te koop. Ja. Oké, nou, dat kan natuurlijk.
kan. Ja. Het lag al en ze moesten noodgedwongen een beetje in paniek met een persbericht naar buiten komen. Dat de ik weet niet of de AFM gebeld heeft, maar ze zagen oneigenlijke transacties of bewegingen in het aandeel. Ja, maar dit gebeurt vaak. Het bleef ook liggen terwijl de beurs omlaag ging en er ging daar wat omhoog. Dus dat een paar jongens die wisten van hoed en dat. Dat is vroeger wel vaak gebeurd. En als je dan Bloomberg had en dan zag je dat alles op de laat ging, nooit op de beat, dan kon je precies zien waar de transacties op plaatsvinden. En als dan bijna alles dat rode balkje had, dat alles op de laat ging en dat ging met een beetje bovenmatige volumes, dan ging iedereen toch wel zitten van, heb jij dat al gezien? Dat is een kopertje actief. Ja. Oké, dan Basic Fit, Albert. Begin van de week is al lijkt wel lang geleden. Maandagochtend met de cijfers. Was al bekend natuurlijk wat de ongeveer de cijfers waren. Maar... Ja, back in shape, Nico. Back in shape, hè? Top voor hem. Ja, de sportschool Bob, jij niet nodig zeker of wel? Nee, niet nodig. Ben je thuis sportman überhaupt of niet? Ja, zeker. Voetbal? Nee. Ik doe al, nu komt hij. Langer al. 35 jaar kickboksen, denk ik. Maak nog eens een grapje, Nico. En ik doe ook wel wat. Kijk eens voor, hoe je nou Ik doe ook wel wat met gewichten en zo. Maar dat doe ik vooral thuis. Serieus? Ja. Kickboksen. Ja. We zijn ongeveer even oud, denk ik. Maar is het nog steeds... Ja, dat verbaast me nog. Kan je dat doen, kickboksen? Ja, dat kan je nog heel lang volhouden. Gisteren een boksfilm, is dat leuk voor jou? Creed. Zeker. Creed, ja. Een zoontje heen geweest. Echt leuk. Leuk, ik viel tenminste niet in slaap. Ja, mijn dochter wil met mij heen. Dus. Ja? Ja. Okay. Nee, maar dat is best een onderhoudende film. Ja. Maar als je met Nico naar de voetbalfabriek gaat, maar als bedrijfsuitje, dan loopt hij na 2 minuten al te pinken. Is hij weer gaat heel hard van start, maar dat ging niet helemaal goed. Maar Basic Fit, wat mij opviel... Ze groeien toch best wel hard. Hè? Ja. Iedere keer nieuwe vestigingen, prima. Ik vind wel dat wat ze eraan overhouden, hè, onderaan de streep op een omzet, wat is het, volgens mij 800 miljoen, dat je 11 miljoen overhoudt. Ja. Marges zijn wel dun hoor. Ik heb wel gezien, als je naar de waarderingen kijkt, tussen betaal je denk ik 35 keer de winst of zo. Hè? Ja. Die zijn wel hard, die komen wel mooi in. Dus dat is denk ik wel goed. Maar ook als je dan weer die koers-winstverhouding met het groeimodel vergelijk, zeg je, er wordt wel de pechratio genoemd, hè, dus de price earning to growth. Mm-hmm. Dus hoe dat zich tot elkaar verhoudt, is het ook met de groei die ze maken, is het geen goedkoop aandeel. Maar goed, het is wel een markt die blijft, denk ik, en die ook blijft groeien en die ook heel gevoelig is voor... fusies en overnames. Hè. Dus het is wel een beetje... En dat lukt ze ook. Hè. In elke grote stad komt zo'n ding. En dan hebben ze ook wel een dominante positie. Nou, wat het ook een beetje is... Kijk, het bedrijf dat groeit snoeihard. Wat het is, zo'n club, dat duurt zeggen ze ongeveer 2 jaar totdat die volwassen is. Dus de eerste half jaar maak je, of maak je bij spreken verlies, dan een half jaar lang break even en dan groei je langzaam maar zeker. Dus als jij natuurlijk, 1200 clubs of zoiets hebben ze ongeveer. Ja. Als jij natuurlijk maar 400 of 500 volwassen clubs hebt en de rest niet, dan heeft dat natuurlijk een enorme impact en bereik marge. Dus wat zij zeggen, dat hun return on invested capital naar 30% moet, maar voor alles, hè, voor volwassen clubs sowieso, maar dat is dan wel voor headquarter cost en replacement cost van materialen, dus dan zit je misschien op 20%. Dus dat is aan één. Dus ze kunnen overal naartoe groeien. Het klopt, in Nederland zijn ze succesvol, België succesvol, Frankrijk succesvol. Alleen hun agressieve groeistrategie kost natuurlijk wel serieus knaken. En in Duitsland, die markt willen ze nu gaan veroveren. Maar overal staat wel dat qua concurrentie een veel zwaardere opdracht gaat worden dan de markten die ze nu hebben gedaan. Dus het risico van die markt is een stuk hoger. Nu is het zo, kijk, 1 club openen kost je 1,2 miljoen. Ze willen er dan 200 openen dit jaar. Dat is dan 240 miljoen. Dan hadden ze in totaal aan cash 40 miljoen. Aan kredietlijn 140 miljoen. Zit je op 180. Dan moet je met je operational cashflow... moet je dan dat gat naar dat andere doen. Ik vind het wel, voor die groeiplannen... vind ik het wel, laat ik zo zeggen, een dun lijntje... waar ze op lopen. Dus...
persoonlijk, en ze hebben dat veel vaker al gedaan, persoonlijk zou ik het best aannemelijk vinden dat er een plaatsing komt van 10%. Ik, maar gewoon, want dan loop je niet meer zo over dat hele de smalle. Ik vind het toch wel een beetje 180 miljoen, 200 clubs. Het is allemaal, en je werkt al met 3 keer net debt EBITDA. Ja, ze spelen natuurlijk wel een beetje met het aantal openingen wat ze doen. Dus ze kunnen nog een beetje... Ja, maar dat wil je toch echt... Je wilt toch niet... Snel afhangen van het geld, maar dat is wel een beetje... Dat is toch een beetje... Dat is toch niet echt wat je wil. Nee, dat je een beetje gaat... Ja, we doen die 4, die doen we over 3 maanden. Want dan hebben we weer... Met de cash komen we net uit. Ben je de makelaar? Kunnen we het even een maandje uitstellen? Dat klinkt natuurlijk niet heel sterk. Of althans, dan zou ik zeggen, haal wat geld op. Buiten al die financiële perikelen, wat ik wel sterk vond... Dat ze de marge probeert te verbeteren door wat duurdere abonnementen ook te verkopen. Ja. Dat is denk ik, hè, als je dat goed hebt staan en je kan daar wat doen, dan gaat het wel hard. Ja, daar hebben ze lang tegen aangehikt, hè, maar toch wel gedaan. En ik denk dat nu mensen ook wel begrijpen dat 2 tientjes voor een sportschoolabonnement... Dat zie je toch bijna al in elke sector, ook in onze sector terug. Hè? Dat alles wat gratis of praktisch gratis aangeboden werd, moet men nu toch wel van terugkomen. Ja. Ja. Zeg je nou dat je geld wilt hebben, maar je komt of niet? Nee, ik doel op bijvoorbeeld allerlei brokers ook die dat aanmoedigen. Uiteindelijk gaat dat niet. Nee, maar er zit ook wel wat in voor niks gezond op natuurlijk. Maar, niet om negatief te zijn op Basefit, want ik heb heel vaak die aandelen gehad ook in mijn portfolio. En ik kwam erachter dat misschien wel een van de top performers is geweest überhaupt in mijn portefeuille over de afgelopen 5-6 jaar. Ik heb toen op een gegeven moment verkocht toen dwars in de coronaperiode dit aandeel zo ongeveer zijn all-time high ging aantikken. Toen was ik de weg redelijk kwijt, zeg maar, op een gegeven ogenblik. Ja. Kijk, en nu denk ik van je voegt een land toe wat wel duidelijk, zeggen ze zelf ook wel, dat risicovoller is dan wat je hebt. En je financieringsstructuur om zo hard te groeien. Op een gegeven moment moet je natuurlijk, wil je die groei financieren uit je eigen cash. En dat is misschien nog net niet. Nee. Dus ik vind het is knap wat er is neergezet. Voor nu heb ik nog even geen aandelen. Wacht nog even af. Goed. Nou, we hebben nog een klein beetje tijd, jongens. Farming, Albert, wat vond je daarvan? Farming. Ik heb een goeroe altijd naast mij zitten. Die noemen ze de farming goeroe. Die heet Nico I. Wonen te Eemnes. En die heeft daar altijd een hele sterke mening over. Afgesproken dat ik er 2 weken lang niks meer over zeg. Nee, we wachten gewoon rustig af. Ja. Tot D-Day, 29 maart. Laten we het daarbij laten. Staat dit weekend wel in het magazine, hè, voor onze leden uitgebreid verhaal met alle ins en outs daarover. We krijgen best wel veel vragen ook, Bob, over de verzekeraars. NN, ASR, Aegon. Zijn het behoorlijk gedaald natuurlijk. Het is een ander verhaal dan banken. Maar toch, mensen willen daar instappen, willen daar iets mee doen. Is dat al afgefaseerd? Wat zeg je daarvan? Ja, ik vind het op deze niveaus prima koopwaardig. Ik denk, je hoeft natuurlijk geen wonderen te verwachten dat ze opeens heel hard gaan lopen. Maar je hebt het is allemaal niet duur. Hè? KW's liggen volgens mij allemaal onder de 10. Je hebt dividendrendementen die echt goed zijn en houdbaar zijn. Dus als serieuze belegger kan je er zeker een paar van hebben. Maar verwacht nou niet dat ze die in een klap gaan verdubbelen of zo. Nee. Albert, Aegon, je hebt gebeld met Aegon van de week. Wat was jouw gevoel bij wat ze zeiden en hoe zij dat tegen die gebeuren allemaal aankijken? Ja, kijk, Aegon is op dit moment... Die zijn ook zelf wel enigszins verbaasd. Hè, want dat is dat verhaal wat ik net ook vertelde over... van ze hebben ongerealiseerde verliezen, maar die zijn ook gewoon bekend. Die lopen eruit in een hele lange periode. Alleen, we zeiden eerst van op de beurs... op dit moment, als je naar een hele index kijkt... dan wordt er wel gediscrimineerd. Hè? Want de Adyens blijven liggen. En financials gaan naar beneden. Maar binnen financials wordt er niet gediscrimineerd. die gaan gewoon met z'n allen omlaag. Ja. En dan denk ik natuurlijk... Aegon, het is natuurlijk in principe een pure Amerikaanse speler. Met de verkoop van Aegon Nederland aan ASR. Ja, alleen financieel belang. Als ik er dan naar kijk en ik heb de aandelen, dus ik praat natuurlijk voor eigen parochie. Het is onze spits, Bob, in ons elftal. Maar wat je hebt is, kijk, market cap 9 miljard.
ze komt 1,5 miljard binnen van ASR in juli. En dat gaat worden gebruikt voor aandeleninkoop. Dat is één. Het tweede is, ze krijgen een belang in een ASR van 20%. Dus dat is ongeveer, of van 30%. Dus ongeveer 2 miljard. Heb je 3,5 miljard in principe cash, wat er waarschijnlijk in de komende 1,5 tot 2 jaar vrijkomt. En dat wordt geherinvesteerd in Aegon. Daarbij het dividend wat er komt. Dus ik zat tot eind volgend jaar al dat je ongeveer 1/3 van je huidige market cap retour afzender krijgt. En als je dan dat andere belang erbij krijgt, dan ga je gewoon misschien wel in 2,5 jaar naar ongeveer de helft van de market cap die de inclusief dividenden retour afzender kan komen. Ja, dat is wel heel grof. En dan hou je een bedrijf over wat volgens mij, want Lard Friese die komt in juni. Juni met zijn nieuwe Capital Markets Day, want hij heeft al zijn kostenbesparingsplannen al gerealiseerd. Dus die komt dan waarschijnlijk met nieuwe kostenbesparingsplannen. Maar hij kan ook nog verder rationaliseren. Want hij zit nog bijvoorbeeld in Spanje. Hij zit nog in de UK. Hij kan de kapitaalstructuur van de holding, heeft hij veel minder nodig. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er nog, ja, dat klinkt heel raar, maar ik denk eerlijk gezegd dat er nog een stuk meer mogelijk is op dat gebied. Hij ontmantelt eigenlijk Aegon een beetje en hij stroomlijnt het. Dus en hij heeft een heel goed track record wat dat betreft. Ja. Maar, dus ik, wat moeten wij uiteindelijk met een Amerikaanse verzekeraar op onze deurs? Ja, ik heb nooit zoveel moeite of je nou een Nederlandse belegging of een Amerikaanse belegging hebt. Maar ik snap het, voor de Nederlandse beurs is dat misschien een beetje vreemd. Maar goed, het hoofdkantoor zit volgens mij nog steeds in Den Haag, toch? Zoals iemand vorige week hier zei van, denk je dan dat als je ASML hebt, dat je dan, hoeveel klanten komen er uit Nederland? Niet 1%. Vroeger was het misschien echt wel zo, hè, dat je zegt, Albert Heijn, dat ken ik, hè, daar doe ik boodschappen. Maar tegenwoordig ken je een Amerikaans bedrijf als Alphabet, hè, Google en Uber en zo, die ken je toch wel eigenlijk ook wel. Ja. Je weet ook precies wat, ook wat ze doen. En je gebruikt ze, zoals Google, elke dag. Dus dat onderscheid en dat chauvinisme en dat je dicht bij je belegging moet zitten, ik geloof daar niet in. Doen jullie, als we het er toch over hebben, doen jullie bijvoorbeeld bij ING wat in Chinese aandelen? Of vind je dat dan weer te ver weg? Nee, daar doen we wel wat in. We zitten in Tencent en Alibaba. Rechtstreeks en dan nog via eventueel wat trackers of fondsen ook nog wel wat in wat andere aandelen, maar dat zijn die hebben we ook als directe lijn. Ja, alright, goed. Nou, we zijn aan het einde van de show, jongens. Even resumeren, dat is natuurlijk een hoop ellende achter de rug deze week. Als ik zeg een storm in een glas water of een normale correctie, waar zit het ongeveer? Of dan ga ik volledig naar een normale correctie toe. En wel in die dan uit een spannende hoek kwam. Wat misschien we met z'n allen spannender hebben gemaakt dan het in werkelijkheid was. Ja. Albert, laatste woord. Ik sluit mij graag aan bij de wijze woorden van de man naast mij. Oké, nou doen we dat. Bob, bedankt voor je komst hier. Ja, graag gedaan. Leuk dat ik mag zijn. Jullie thuis, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door middel van de rode knop eronder. We zitten bijna op 10.000 abonnees, volgens mij. Best een prestatie. En daar kunnen jullie ons mee helpen. Nou, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.